Welkom bij Golfschool De Haar. Mijn naam is Floris de Vries en ik wil je een tip geven om je impact met je ijzers te verbeteren. De meest voorkomende fout met een ijzer is eigenlijk dat het clubhoofd de handen inhaalt en dat je eigenlijk een soort flipbeweging ziet met de handen. Dan kan je ballen gaan toppen of vet gaan raken. Bij goede spelers zie je dat met een ijzers de handen altijd op impact voor de bal zitten. Een reden omdat de handen de flippen of de club de handen inhalen, is dat het lichaam niet goed doordraait. Dit is een simpele oefening om de doordraai en de samenwerking met de handen te trainen. We leggen 3 ballen neer en je begint met een klein schot en je gaat daarna een steeds langere zwaai maken. Maar het gevoel van het raakmoment probeer je gedurende alle 3 de ballen vast te houden. Bal 1 maak je een klein swingetje en probeer je met je handen voor het clubhoofd te eindigen en de club laag bij de grond te houden. Klein swingetje. Ja, dus de handen zitten ver voor de handen en de clubhoofd zit laag bij de grond. Daarna maak je een halve swing en dan probeer je het gevoel eigenlijk door te zetten tot ongeveer heuphoogte. Half swingetje. En de handen mooi voor je. Daarna maak je een volle swing en probeer je eigenlijk in de eindhouding een soort punch finish te hebben. En een punch finish wil eigenlijk zeggen dat je je handen en je clubhoofd voor je lichaam hebt. Je zult merken dat je dan makkelijker je handen voor de bal krijgt en een strakkere balvlucht. Veel plezier met oefenen.